Nou jongens, mag ik jullie voorstellen aan Rutger Hauer? Hallo. Ja, Rutger Hauer is komen kijken naar de voorstelling. Ja, dat is fantastisch. Ik ben helemaal euforisch. Gewoon, ja, nee, na 4 jaar dat die voorstelling staat, was hij er vanavond. En wat een kerel. Ja, nee, maar echt. Het was een openbaring. Ja. Ik vond het heel erg indrukwekkend. Een heel spannend beeldverhaal en een stukje van de geschiedenis. En gedragen door zoveel karakters en in de projectie en de muziek en zo. Ik heb er echt van genoten. Het is echt, het blijft een ode aan Hazel, vind ik. Ja. Ja. Wij zijn gewoon acteurs. Als ik op het toneel sta, dan verdwijn ik. En hij staat als een huis. Dus het is hartstikke mooi. Ik begrijp dat hij dat zo lang doet, omdat hij doet het gewoon heel erg goed. Rutger is eigenlijk sinds de dood van mijn schoonvader de soldaat van Oranje geworden in Nederland. Ik vind het super bijzonder dat ik ze dus alle twee op de foto mag nemen en op de motoren. Dus het is helemaal te gek. Een hele leuke vent en hij was heel enthousiast. Hij zei net even onder vier ogen zei hij tegen me, ik was er heel huiverig voor. Dat snap ik ook. Ik denk altijd van, als iets gewoon heel goed is, dan moet je er niet te veel aankomen meer, vind ik. Dat is een beetje, maar goed, dit is iets anders. En dat kan je je niet voorstellen. Wat hier nou is gebeurd en wat ze hebben gemaakt, dat kan je niet verzinnen. Dat moet je echt zien.